De Natuur- en Milieufederatie Flevoland houdt al een tijd challenges om de Flevolandse ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo riep de organisatie Flevolanders pas geleden op om een smaakvol en verantwoord kerstdiner te organiseren. En voor het nieuwe jaar staat er ook alweer een challenge klaar. Dat is ontspullen. Daarover praten we met Vera Dam van Natuur- en Milieufederatie Flevoland. Ja, ontspullen, dat is volgens mij wel modieus, hè? Dat is toch vooral dat je spullen het huis uit doet? Ja. Kijk, het is nu de tijd natuurlijk voor iedereen om na te gaan denken over je goede voornemen. En dat is vaak iets met minder. Minder roken, minder drinken. Van alles wat je nog minder kan doen. En wij hebben dus een eindejaarsknaller als goed voornemen. En dat is minder spullen. Dus ga ontspullen. Maar waarom gieten jullie dat in de vorm van zo'n challenge? We hebben best wel veel spullen in huis. En vaak heb je die niet allemaal nodig. Sterker nog, die blijven vaak heel erg lang ergens liggen. Dat is zonde. Want je kan er ook iemand anders blij mee maken. Dus je kunt het doorgeven. Je kunt het ook gaan brengen naar de kringloop. Dat kan niet op dit moment, want die zijn dicht. Dus je moet even wachten tot die weer open zijn. Maar je kunt wel een doosje daarvoor gaan klaarmaken. En je kunt het ook weer goed gaan scheiden. Bijvoorbeeld textiel kan je ook weer een tweede leger gaan geven. Dus eigenlijk, doordat je het bewaart, is een beetje jammer, want je doet er dan waarschijnlijk niks meer mee. Je kan er anderen blij mee maken. En je kan ook vervolgens weer het gaan laten recyclen. En dan kan het weer voor een nuttig ander product gebruikt gaan worden. Maar het is dus niet de bedoeling van Natuur- en Milieufederatie dat je het in de afvalcontainer gooit, begrijp ik? Als het een container is die daar speciaal voor is, dan kan dat. Ja. Je hebt textielcontainers die daar allemaal speciaal voor zijn. En glas, stel dat je allemaal glas nog tegenkomt, doet een glascontainer. Dat is ook prima, want dan kan die grondstof weer hergebruikt gaan worden. Blijft die langer in de keten. Nou, dat helpt om die voetafdruk met elkaar te verkleinen. Maar zomaar weggooien, dat is dan inderdaad jammer. Dus dan kan je beter gaan nadenken, wie kan ik hier verder nog blij mee gaan maken? En dan is dus de bedoeling dat mensen tijdens die challenge ook kenbaar gaan maken hoeveel ze wegdoen. Hoe werkt dat? Ja, we hadden bedacht, hoe kunnen we dit nu laten meten? Want elke challenge gaan we inderdaad meten wat jouw bijdrage dan is. En we zaten eerst allemaal in kilo's te denken. En toen dachten we, dat is niet zo handig. Dus we hebben het eigenlijk vervat nu in hoeveel dozen of zakken ga je wegdoen. En of doe je straks naar de kringloop of ga je een ander blij mee maken? En ook welk soort zit er dan in? Is het vooral textiel of is het vooral plastic? Zodat we ook iets weten over die grondstof. En op basis daarvan kunnen we dan een berekening maken in hoeverre je dan helpt om de circulaire economie verder te krijgen. In plaats van dat je het of laat staan en maar laat verstoffen. Of het gewoon weggooit in je afvalcontainer en het dan eigenlijk gewoon verder verbrand gaat worden. Nou, herinner ik me nog wel beelden van afgelopen voorjaar, toen iedereen in lockdown zat en de zolder of de schuur ging opruimen met allemaal lange wachtrijen voor de Milieustraat. Dus je zou zeggen, ja, de meeste mensen hebben toch hun rommel al wel opgeruimd. Of hebben jullie toch het idee dat er nog veel ongebruikt ligt? Ik denk dat er nog best wel veel ligt. En het moment nu is natuurlijk, je gaat met Kerstmis aan de gang. Vaak heb je dat ergens in een hoekje staan, of het nu op zolder is of in de berging. Je gaat daarnaar op zoek en ineens kom je ook nog van alles tegen. En voordat je nu die kerstspullen weer terug doet in de berging, is het denk ik ook goed om te kijken, misschien heb je maar de helft gebruikt. Wat doe je dan met die andere helft? Ga je die weer terugzetten? Volgend jaar weer opnieuw eruit gaan halen? Het kost ook ruimte in huis. Dus dit is wel een beetje het moment er altijd voor. Alleen ik zou niet nu naar de Milieustraat gaan brengen, want dan is het denk ik ook wel heel erg druk nu. Ja. Maar je kunt het gewoon apart gaan zetten en wachten totdat het iets rustiger weer wordt. En dat is ook straks voor de kringloopwinkels. Want deze challenge mag je het hele jaar doen. Dus je hebt gewoon net als afvallen en minder roken en minder drinken mag je ook het hele jaar mee doen. Dit is echt een goede voornemen challenge vanuit de gedachte less is more. En ze zeggen ook vaak een opgeruimd huis, dat geeft ook een goed gevoel. Net als wandelen in de natuur. Ja, word je daar gelukkiger van minder spullen? Ja, er zijn onderzoeken die daarnaar zijn gedaan van als je bijvoorbeeld ook concentratieproblemen hebt of ook op je werkplek. Als je het wat meer georganiseerd hebt, wat minder spullen, heb je wat minder afleiding. En dat geeft wat meer rust. Je hebt er hele filosofieën over. Marie Kondo is ook iemand die daar ook echt allerlei inspiraties ook over geeft. De opruimgoeroe.
less is, ja, de opruimgoeroe, less is more, hoe dat ook helpt om beter en lekkerder ook in je vel uiteindelijk te gaan zitten. Vera Dam van Natuur- en Milieufederatie Flevoland, bedankt.